Jagger Hofland, 4-1 gewonnen. Het was geen makkie, maar jullie waren wel duidelijk de betere. En ik sprak net al met je. Ik zeg zo, die eerste minuut, bam, daar ging hij, koprolletje. Ja, ik zag hem even te laat aankomen en ik ging er even overheen. Maar ja, dat hoort bij de sport en je moet er tegen kunnen en jij gaat gewoon door. Hey, je staat op en 10 minuten later scoor je de openingsrol. Ja, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Het was natuurlijk een heerlijke paas van Mico. Max stond ook boven, dus hij had twee goede opties. En zo'n start is natuurlijk heerlijk. Ja, ik zag die verdediger een beetje twijfelen, want er werd gekeken naar de inkomende speler en niet naar jou. Dus ja, die paas was perfect. Ja, het was een perfecte paas. Goed gewacht. En de verdediger was misschien een beetje aan het kijken naar Max. En misschien dacht hij wel dat hij daar naartoe ging. Daardoor was de backdoor open. En dat was heel goed uitgekeken van Mico. Je zegt zelf al, play-offs, heel ander ijshockey. Want of je nou 10-0 wint, of net met 1-0, of net in overtime. Het is maar 1-0. Maar je moet wel pokken eind zondags, hè? Ja, kijk, 10-0, 1-0, het maakt niet uit. Als je maar wint. En we kunnen even genieten nu. En, maar dan ook weer de winst achter je laten. En zondag begint het gewoon weer opnieuw. En het is een stuk rijden. Daarom gaan we natuurlijk ook een dag eerder. Dan kunnen we lekker uitrusten in het hotel. En ik denk dat we dan klaar voor zondag zijn. Succes zondag. En dan hopelijk de derde en laatste dinsdag. Ja, dat hopen we allemaal. En zondag gaan we natuurlijk een stapje die richting zetten. Succes en bedankt voor je snelle komst. Alsjeblieft. En komt goed, hè? Komt goed. Ja. En bedankt. Alsjeblieft.